Hij komt nog alleen zijn deur uit om zijn hond uit te laten en boodschappen te doen. Mark Koslow's straat in Brooklyn is een soort oorlogszone geworden. It's tough to live normally knowing that when you wake up, you know what's happening 10 feet away from you. Mark woont tegenover een ziekenhuis overspoeld met coronagevallen. Bij dit soort ziekenhuizen worden lichamen aan de lopende band in koelwagens geladen. En Mark ziet dat vanuit zijn raam gebeuren. And I've seen over 25 bodies come in and out of that trailer. Some in bags, some wrapped in sheets, some in cardboard boxes that look like an Amazon box. It was tough to watch, like how they were really treating human remains. And it was, I know they're everyone's struggling, so it's not pointing finger one way or the other. Kan je nagaan hoe het binnen is? In de ziekenhuizen sterft patiënt na patiënt. Artsen weten niet wat ze meemaken. We are scared too. We're fighting for your lives and we're fighting for our own lives. Uit het hele land zijn 250 extra ambulances naar New York gestuurd. Het iconische Central Park is een van de vele plekken waar noodhospitalen zijn neergezet. Over iconisch gesproken, de gele taxis. This is the yellow taxi, is just like the Empire State Building. We're part of the Big Apple, you know, and we move America, we move New York. Sebastian heeft nog maar zo'n 8% van zijn wagens op de weg, maar houdt de moed erin. Yeah, you can't give up, you know. You just you keep going and you don't give up and you know, things will turn around. Maar voor 8,5 miljoen New Yorkers opgesloten in hun huizen loopt de spanning op. We vragen ons af, wie is de volgende die ziek wordt? En kan het echt nog erger worden? Erik Mouwtaan, RTL Nieuws, New York.